Yeah. Welkom in 2017, het eerste vlogmomentje wat we ooit gaan doen in 2017, nu en op aarde. Op aarde? De ja. Eerste vlog? Hoe vet is dat? We hebben een primeur. Ja. Jongens, we hebben iets aangesloten vandaag. We hebben de Nvidia Shield aangesloten. Met dank aan Marijn dat hij hem aangevraagd heeft bij ons. En bedankt aan Tom dat hij hem aangevraagd bij Nvidia. Deze. Dit ding. En we hebben nu, check ons, een fucking professioneel kantoor hebben nou. Want we hebben hier nu gewoon heel dag e-sports aan. Professioneel. Ja. Hoe vet is dat? Gewoon alleen maar slacken en gewoon niet meer werken. Nee. Dit gewoon. I know. Let's en, go. En dan gewoon, als de vlog uitzet, gewoon de crown opstart, want dat volg ik echt. Downton Abbey. Downton Abbey. Ja. That's a girl. Als we vloggen, dan zet ik wel weer even, weet je iets? E-sports aan. Ja, e-sports. Ja. Twig. Ja, starkraft. Ah, het kindje Jezus is alweer op aarde. En dat betekent dat de kerstmis voorbij is. En dat betekent dat de kerstboom afgetuigd is met Thomas, tweede dag stage hier. Ja. Laatste ook gelijk, want hij heeft niet zo goed gedaan. Nee, hartstikke goed. Ja. Hé, maar we dachten van, het is een echte boom. Dus je ziet nu al, Ricardo, alleen maar naalden. Dus nou konden we plan A de boom via de trap daar naar beneden brengen. Maar dan heb je één groot spoor met naalden van hier tot buiten. Of je denkt heel intelligent aan de kortste route. En de kortste route is door het raam. Dus, Thomas. Wat ik had bedacht, is dat die kerstboom door het raam naar beneden gaat. Dat lijkt me een bijzonder goed idee. Dus als jij hem even boven pakt, doe ik beneden. Oké. Zeg maar zoals we net hadden gerepeteerd. Ja. Nee hoor, helemaal niet. Oké, dus dan moet ik hem even bij de kluit pakken. Oh god, het is helemaal zo'n ding natuurlijk. Oh, wacht. Nee, we schuiven hem eerst wel een stukje. Mag jouw laptop uit trouwens? Ja, ik was mee bezig. Maar kan die van de stroom af of niet? Hij kan wel even dicht. Ik weet niet of dat... Jammer, dus, ja. Oké, en dan pak ik hem hier op. Denk ik. Waar? Bij de stam. Met de dunne kant eerst. Nee, juist de dikke kant eerst. Ja, nice. Goed gedaan. En dan pak ik hem op. Ja. En dan... Zo. Ricardo, je mag naar beneden hoor. Yes. Dan nog één kerfbal in. Yo. Ben je klaar? Ja. Welkom in Zoetermeer. Het is op dit moment min 38 gevoelstemperatuur, min 2 of zo. Ik ben een auto aan het huren met winterbanden voor morgen, want dan ijzelt het en moet ik naar Eindhoven met het ding. Maar goed, zover is het nog niet. Het is vandaag Zoetermeer. Daniel is al naar de locatie aan het lopen waar we met Nintendo staan. Je ziet hem weer, hè? Hey. En ik rij hem er nu even naartoe. Hoe vet is dat? Ook in mijn nieuwe jas. Mooi, hè? Mooi? Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Maar het maakt niet uit wie jij erop bent. Ik vind het mooi. Ik heb een sjaal gekocht, handschoenen, het overviel met de kou. Ja, best wel. Ja, weet je nog dat wij vorig jaar rond dezelfde tijd met de tuk-tuk Sesquiet shit waren? Ja. Maar dat was buiten allemaal. Dat was allemaal buiten. Gingen we 5 dagen lang van Groningen tot Maastricht. In 5 dagen hotel elke nacht met de KO en met jou. En was nog iemand? Koen. Koen, als ik je vergeten ben, sorry. Rick stond zeker om kijken. Ja. We hebben ondertussen een lijn getrokken hier. Dat mensen mogen niet voorbij die lijn. Nee. Ze mogen niks aanraken. Nintendo is strenger dan wij zijn ook, maar iedereen wil het gewoon erin ook als ze willen. Maar hij staat klaar, zoet hij meer. Ja. Wij gaan gewoon weer werken, dat, geen HQ. En dan komen we hem straks weer ophalen en dat wordt één groot feest. Kijk hem shinen. Mario komt ook weer, maar ik denk dat we die gaan mislopen.
Nou jongens, morgen is het code rood. Dan gaat het ijzelen. Dus ik dacht, weet je, ik heb een Peugeot 206. Allemaal prima, het mag ook allemaal net. Alleen, ja, met ijzel had ik niet zoveel zin in. Dacht nee. Ik, nee, dat gaan we niet doen. Dus ik ben naar de Peugeot dealer gegaan. Daar heb ik een auto gekocht, dus die vinden me heel lief. Die wordt de half februari geleverd. Ik moet even een autootje lenen. Ze hebben een dikke stationwagen hebben we nu. Om, ja, kijk Daniel even. Wet t-shirt. Is min 8 Daan. Om dit morgen de tuk mee te vervoeren. Dus, en morgen zien we Marcel ook, want die woont natuurlijk in Eindhoven. We gaan naar Eindhoven. Dus dat wordt één groot feest. Daniel, bedankt voor vandaag. Cheers man. Vond je het gezellig vandaag? Ja, zeker. Leuk. Oh, ik ook. Dit hebben we echt snel gedaan trouwens. Ja, dit was bizar snel. Ja, we worden hier heel goed in Daan. Yeah, I know. Nice. Goedemorgen, welkom in GNHQ, maar dat kennen jullie wel. En als je het niet kent, nou dit is ons headquarters. En nu hier staat de tuk-tuk. We zouden vandaag richting Eindhoven verkassen. Vanwege een tuk-tuk Mario Tour. Zie je hem? Ja, wow. Dus ik heb hier geslapen ook op Bunnik, want ik wilde niet eerst vanuit Rotterdam naar Bunnik in de gladheid. Dus ik heb hier al geslapen, dus ik was al een soort van voorbereid. Maar 200 ongelukken. En ik had ook al een nieuwe auto gehuurd, een paar dagjes, zodat ik een wat steviger wagen had voorbij het rijden. Maar jongens, jullie zien het. En je kan het ook op alle nieuwsmedia zien. 200 ongelukken in een paar uur. Het is spekglad. En dat komt vooral door deze mieze regen die je nu voelt. Dat vriest aan het wegdek. En het is echt super glad hier. Dus we hebben het afgeblazen. Mocht je vandaag naar Eindhoven willen komen, dan zijn we er dus niet. En dat is jammer, maar ik heb het besproken met de buren van de BAM. Die zeiden ook, dit moet je niet doen, want je bent je aanhangwagen gewoon kwijt. Want die gaat zwabberen, zeker op- en afritten. En nou ja, klote beslissing, rot beslissing. Ik was ook liever thuis geweest, of in Eindhoven. Maar goed, het is niet anders.